allemaal. In deze video ga ik de naam bekendmaken van de persoon die deze schattige zoomzooms krijgt thuisgestuurd. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt, maar zoomzooms is in ieder geval gemakkelijker dan tsumtsum. Mijn dochters vinden de zoomzoom zo leuk dat ze deze week zelf ook van de spaargeld zoomzooms hebben gekocht. En dit zijn de favorieten. Mijn dochtertje van 5 staat nu naast me. Hoi. Wie is dit, de eerste? Pinocchio. Pinocchio, hè? Ja. En wie is daarnaast? Tinkerbell. Ik zet deze heel even neer. Dit is Tinkerbell. En kijk, lijkt wel of Pinocchio een... Langere neus heeft. Ja. En wat heeft hij dan gedaan? Als hij een lange neus heeft? Hij ging liegen, hè? Hij ging jokken. En wie is dit kleine schatje? De kat van Alice in Wonderland. De kat van Alice in Wonderland. En dan hebben we hier een... Gouden Alice. Een gouden Alice, een limited edition. Ja. Daar was je heel blij mee, hè? Ja. Dat is heel bijzonder. Ik kon het niet laten. Ik heb ook nog iets voor mezelf gekocht. Dit is Marie van de Aristocats. En dit is een zoom knuffeltje. En je kan het gebruiken, het buikje kan je gebruiken om het scherm van je telefoon schoon te maken. Ik vind haar echt super schattig. Maar je bent natuurlijk heel benieuwd wie de zoomzooms die ik aan het begin van deze video liet zien gratis krijgt thuisgestuurd. Dus de zoomzooms die al verpakt zijn in cellofaan. Je ziet nu hoe alle reacties worden geladen. En nogmaals, de winnaar zal willekeurig worden gekozen, omdat ik niet wil dat iemand denkt dat ik hem of haar niet leuk vind. En op deze manier is het geen kwestie van persoonlijke voorkeur, maar gewoon een kwestie van geluk. Alle reacties zijn geladen en dan is het nu tijd om willekeurig een winnaar te kiezen. En het is geworden Taartje NL. Wat ik altijd doe, ik klik meteen op de naam en dan word ik abonnee. En dan weet ik dus zeker, als ik eenmaal contact heb, dat ik de juiste winnaar heb. Want ik heb nu zo'n 3 keer meegemaakt dat iemand een kanaal heeft aangemaakt onder een valse naam om zich voor te doen als de winnaar. Gefeliciteerd Taartje NL, ik hoop dat we snel contact hebben. En voor de anderen, jullie weten wat ik nu ga zeggen. Dankjewel voor het meedoen en er komen zeker nieuwe winacties aan. Tot de volgende keer, dag!